Mijn naam is Edi. We hebben een kleine nieuwsupdate. Als ik namelijk met die praat, zit het geluid daar. Oftewel, we hebben er een camera bij. En dan niet één, maar twee. Twee camera's erbij. Dan is drie camera's vasthouden best lastig. Best lastig. Dus dat gaan we niet doen. Mijn motor ligt uit elkaar. Ik zal een videootje erbij zetten. Videootje. Ik ga even kijken hoe ik dat met de editor ga doen. Het is lang geleden dat ik drie camera's heb gehad. Ik heb op mijn motor heb ik een dashcam zitten. Alleen dat is echt voor, nou ja, ongevalletjes en dat soort dingen. Om daar de SD-kaart uit te halen is best een toer. Ik ben hem een keer bijna kwijt geweest. Dat was niet zo handig. Ik kon hem nog net pakken. Want in de motor zitten allerlei kraakjes en kiertjes en dingetjes. En daar verdween hij dus in. Dus dat was even vervelend. Ja, mijn motor krijgt een beurt op dit moment. De luchtfilter is al vervangen. Mijn tank ligt er helemaal af. De olie moet nog gedaan worden. En nou, nog het een en ander. Ik heb de accu al vervangen. Die was niet super. Dus die hebben we gelijk maar vervangen. Ik ga het kort houden, want heel veel content heb ik niet. Ik zal zo de motor even laten zien. Ik zou wel even klaar meelopen in de hoek, maar ik pak gewoon even een apart beeld. Dan is het net zo handig, denk ik. Ik probeer ook meteen alle elektrische issues mee te pakken. Er zit zo'n verdomde tik in. Die, met de vorige video gewoon te hoorbaar was. Ik hoop dat ik het dat nu grotendeels uit heb. We zijn er wel achter waar het in me zit. En dat zit in mijn in mijn battery pack. In mijn batterijpak. En dat is, oh ja, dit ding. Ik ga het net niet laten zien met de andere camera, denk ik. Deze dus. Die hebben we nu even in de zilverfolie gedaan om te testen. Dat werkt. Alleen ja, zo ga ik natuurlijk niet rijden. Dus wat dat betreft, moet ik daar nog even een oplossing voor zien. Ik heb in ieder geval hetgene wat stoort, wat de storing veroorzaakt, hebben we ook in aluminiumfolie gedaan. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat het werkt. Voor deze twee camera's ga ik ook een soort van battery pack inschakelen. Ik ben even aan het zoeken of ik hem zo snel kan vinden. Ja, dus. Dat is dit. Dat is een dummy batterij. En hier heb ik een echte batterij liggen. En dit is dan de dummy batterij. Dus wat we dan doen, is dit klepje eraf halen. Batterij eruit, dit ding erin. Het klepje gaat er sowieso helemaal af dan. Wat die erin. En waar zoek ik? Er gaat hierachter aan een klein gaatje. Op de goede hoogte. Dat die er zo in zit. Er komt hier dus ergens een gaatje. En dan komt de originele, of sorry, de dummy batterij erin. En dan een beetje spul eromheen, dat er geen water in komt. En dan kan die bevestigd worden. En dan kan ik ook alle vonkjes laten zien. Mijn motor vonkt als ik hem een beetje diep over de rotonde leg. Dus vandaar. Oké, nou, genoeg geouwe hoerd. Ik zal even de motor even laten zien. En dan was dat het weer voor vandaag, denk ik.
De motor laten zien doe ik even met één camera aan. Dat vind ik een beetje overbodig met twee. Dus. Nou, doe toch maar even met twee camera's. Ik heb trouwens ook deze mooie driepoot erbij. Echt wel een handig dingetje. Kijk, dan kan je dus gewoon... Zo. En de camera zat vast. Ik kan hem overal omheen klemmen en zo. Dat is op zich wel handig. Dat probeer ik dus nu. Kijk, dit is wat lastig als je maar één hand hebt. Zie je, dan kan je dus zo bijvoorbeeld de camera laten staan. Super handig. Spullen die gedaan moeten worden. Koelvloeistof, oliefilter, olie, dat zijn allemaal van die dingen die gedaan moeten worden. En mijn versnellingsbakolie. En ik heb deze ook maar besteld om oliefilter te wisselen. En ik krijg er een sticker ding geval bij. Yay! Gasten hebben best veel op voorraad, moet ik zeggen. En parts. Met een Z. Nou, hier mis je dus wat. En dat is dus mijn tank. Hier is mijn oliefilter. Mijn benzinepomp heb ik... mijn benzinepomp heb ik met... aluminiumfolie gedaan om te voorkomen dat getik inslaat op mijn microfoon. Mijn bobine aan beide kanten met zilverfolie gedaan. Kijk, hier lopen al mijn kabels, mijn extra kabels. Die zijn dus nu hopelijk beter beschermd tegen inslag van al die herrie. Hetzelfde geldt voor deze. Deze is voor mijn dashcam. En zo ben ik al bezig geweest. Wat dat betreft, dit kennen jullie, die dradenzooi. Daar komt straks een van mijn camera's te staan. Ja, en ik heb hier voeding. Dus het is maar een klein weggetje ernaartoe. Echt super relaxed. Dus dan kan ik straks gewoon hier weer... mijn camera laten staan. Ja. Dat is natuurlijk niet handig, want ik ben eigenlijk op die aan het filmen. En ik ben nu met die aan het filmen. Dus dan moet ik zo meteen met monteren alles weer over laten lopen. Maar goed. Mijn mobielefoon zit hierin. Dus vandaar dat hier al die kabels lopen. Oh ja, deze heb ik gelijk ook omgezet. Ik had hieronder een push-to-talk knop. En die heb ik nu gewoon weer hier gemaakt. Tenminste gewoon weer, ja. Die zat hier het eerst ooit... toen heb ik een kabelbreuk gehad, dus toen hebben we hem tijdelijk weer hier gemaakt. En nou kan ik gewoon weer normaal mijn hand om mijn grip heen doen. Kijk, ik heb... En dan mijn handschoenen nog, hè. Zie je dat? Dus vandaar. Dus nu kan ik gewoon weer normaal alles doen. Deze moet trouwens nog wel een keer vervangen worden. Die handvatten... Want een van de twee doet het niet meer en dat is die. Die wordt niet meer warm. Dus die moet ik nog een keer vervangen. Maar goed. Wat kan ik nog meer vertellen? Deze. Die was stuk. Die heb ik binnen. Dus die wordt binnenkort vervangen. Ik weet niet of dat vandaag lukt of morgen, maar we gaan wel even kijken. Heb ik nog meer? Nee, op het moment niet. Nee, op dit moment niet. Oké, dames en heren. Bedankt wederom voor het kijken. Ik ga weer terug naar binnen. Moet ik hier nog afzien te krijgen? Juist. Zo, hopla. Side-to-side comparison. Het enige is dan dat de een heeft een camera case en de andere niet. Even de verlichting uitdoen.
Zo. Goed, nou. Bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer.